Wij dresseren, kleine kinderen spelen nog wel eens met een bellenblazer. Jij doet dat misschien ook wel eens. Prachtige zeebellen in de mooiste kleuren. Je kunt ze maken met een beetje water en zeepsop. Maar jongens en meisjes, weet je wat mij altijd weer opvalt? Dat die zeebellen zo gauw verdwenen zijn. Hooguit 10 of 20 tellen en dan spat zo'n zeebel uit elkaar. Mooi hoor, die zeebellen. Maar ineens zijn ze weer weg. En je ziet ze nooit meer terug. Ja, je hebt er eigenlijk helemaal niet zoveel aan. En nou zegt Paulus in 1 Korinthe 15... zo heb je eigenlijk ook zoiets als een zeepbellengeloof. Een zeepbellengeloof. Dat heb je als je geloof niet gefundeerd is op het feit dat Jezus met Pasen uit de dood is opgestaan. Neem dat wat met de Heer Jezus gebeurd is op de Goede Vrijdag en met Pasen weg uit het evangelie en wat je van het geloof overhoudt, komt als een zeebel in de lucht te hangen. Een zeebellengeloof is een geloof dat je zelf maakt. Het kan er net als een zeebel schitterend uitzien. Niet zo'n verhaal over een akelig kruis. Nee, gewoon het leven van Jezus als inspirerend voorbeeld voor ons allemaal. Zoals hij omging met mensen. Fantastisch toch? Ja, dat is zo. Als dat nu het enige is, Jezus als inspirerend voorbeeld voor hoe je zou kunnen en zou moeten leven, dan kan hij ons niet helpen in onze werkelijke nood, onze schuld voor God. Want dan gaat je leven uiteindelijk nog vergoed ten onder in de dood. Dan spat je geloof net als een zeebel straks uit elkaar. En verdwijnen wij in het niets. Nu zijn er mensen die er zo over denken. Die denken dat het christelijk geloof één grote zeebel is. Iets wat mensen zelf bedacht hebben en waar ze zich met elkaar blij mee maken. Zoals je als kind je blij maakt over een zeebel in de lucht. Iets wat geen waarde heeft voor je leven. En dat is wel aangrijpend. Maar hoe weet je nu dat het christelijk geloof niet inderdaad één grote zeebel is? Dat is de vraag die actueel is, nu velen niet meer echt uit de voeten kunnen met het kruis en de opstanding van de Heer Jezus Christus. En op die vraag geeft Paulus nu antwoord. Want, zegt Paulus, als Christus niet uit de dood is opgestaan, ja, dan is het christelijk geloof inderdaad één grote zeepbel. En Paulus zegt dit omdat er in Korinthe grote twijfel was ontstaan over de opstanding van Christus. En ook de wederopstanding van de doden die samenhangt met het feit dat ook de Heer Jezus is opgestaan. En juist dat, Jezus was gekruisigd en is opgestaan, wil er bij de Korintiërs niet in. Ze vinden het eigenlijk een dwaas geloof. Hoewel Paulus tijdens zijn zendingswerk niet direct begon over de opstanding, sprak hij daar uiteindelijk toch over. En dat was ook het moment dat de mensen afhaakten. Dat konden ze niet meemaken. Kan het ook niet gewoon zonder? Vroeg men zich in Korinthe af. Je kunt toch christen zijn als je bericht over Jezus kruis en opstanding anders interpreteert? Nee, dat kan niet, zegt Paulus. Want als je Christus kruis en opstanding wegverklaart, dan komt het hele geloof als een zeepbel in de lucht te hangen. En dan zit je nog vast aan je zonden en spat je leven straks in de dood. Als een zeepbel uit elkaar. En daarom zegt Paulus tegen de christenen in Korinthe, hou je toch aan de feiten. En dan plaatst hij de woorden van onze tekst tegenover dat zeebellen geloof dat in Korinthe dreigde. En je zou wat Paulus zegt het vaste grondgeloof kunnen noemen. Wil je geloof vaste grond hebben, dan moet je dat baseren op Pasen. Dan kun je er echt van op aan dat je geen onzin gelooft. Dat het geen fabeltje is. Dat je niet met een zeebel aan de haal gaat. En waarom niet? Wel omdat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Dat is zo onweerlegbaar. Als je de berichten uit de evangelie eerlijk en onbevooroordeeld op je laat inwerken. Zo onbevooroordeeld als wij althans kunnen.
Daar heb je dan wel de Heilige Geest voor nodig. Maar doe je dat, dan is het onweerlegbaar en zo onvoorstelbaar rijk dat het niet anders kan. Of in de Heer Jezus maakt de levende God zich bekend. En dat is wat Paulus bedoelt te zeggen. En in onze tekst vat hij de kern van het christelijk geloof nog één keer samen. Dit zijn de feiten. Ten eerste dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. Ja, dat hij zelfs begraven is als teken daarvan dat hij echt dood geweest is. En ten tweede dat hij op de derde dag is opgewekt, ook al overeenkomstig de schriften. En zo heb ik het evangelie aan jullie doorgegeven. En zo moet je het ook vasthouden. Wil je vaste grond onder de voeten houden. Paulus zegt zelfs dat hij dit ten eerste heeft overgegeven. Als hoofdzaak. Als kern van de zaak dus. Alles in het geloof draait om het kruis en de opstanding van Christus. Kijk gemeente. De Bijbel is onnoemelijk rijk aan inhoud. En er is niets, maar dan ook helemaal niets in ons leven of in deze wereld waar het niets over te zeggen heeft en waar de Heere God niet bij wil zijn. Onze relaties, ons werk, onze vrije tijdsbesteding, de wereldvraagstukken van oorlog en vrede, van armoede en rijkdom, van klimaat en milieu, van rentmeesterschap. Het woord van God spreekt erover. Maar het hart van het evangelie is dit. Jezus Christus is gestorven voor onze zonden en opgewekt op de derde dag. En dat was geen noodlot. Nee, dat was nodig voor ons. Vanwege onze ongehoorzaamheid aan God. En dat is onopgeefbaar. En even onopgeefbaar is het geloof dat Jezus niet in de dood gebleven is. Dan laat je deze twee dingen los. Verzoening met God door Christus. En het onverwoestbare leven dat hij mogelijk heeft gemaakt. Dan verlies je op den duur ook de rest. Dan kun je nog best een poosje allerlei religieuze gevoelens hebben. Of een systeem van allerlei regeltjes en wetjes overeind houden. Maar dat geloof is als een zeepbel. Eventjes mooi en leuk. Maar het houdt geen stand. Maar zoek je houvast in het verlossingswerk van de Heer Jezus. Dan vind je en heb je vaste grond onder je voeten. En daarom zegt Paulus tegen de Korintiërs en vandaag tegen ons. Terug naar de feiten. Van Jezus kruis en opstanding. Ja, maar Paulus, zijn dit nu wel feiten? Hoe weet jij dat zo zeker? En die vraag leefde ook bij de Korintiërs. Je hoort het ook nu. Er is toch nog nooit iemand teruggekomen uit de dood? Of ben jij er zelf bij geweest toen Christus opstond uit de dood? Nee, dat was Paulus niet. Maar hoe komt hij er dan bij? En gemeente, daar noemt de apostel Paulus drie pijlers onder het opstandingsgeloof. En de eerste pijler die hij noemt is deze. Ik heb daar heel eenvoudig bericht over ontvangen. Want zegt hij in vers 3, wat ik u overgeleverd heb, dat heb ik ook ontvangen. En van wie heeft hij dat ontvangen? Nou, er zijn uitleggers die beweren dat Paulus een bijzondere openbaring van God heeft ontvangen. Maar het lijkt er niet op dat hij dat bedoelt. Paulus houdt het heel eenvoudig. Ik heb het van horen zeggen. Het gebeuren van kruis en opstand heb ik niet zelf bedacht. Maar ik heb het van anderen gehoord. Uit de overlevering, de traditie, is het mij ter oren gekomen. Wat vindt u daar nu van? En jij? Is dat niet een beetje een zwaktebod, wat Paulus zegt?
Het is mij door anderen verteld. Traditie staat in onze tijd niet zo hoog aangeschreven. En soms hoor je dat ook wel zeggen. Oh, dat of dat is maar traditie. Met een toon van dat kunnen we missen als kiespijn. En als je geloof en horen zeggen hebt, is dat ook twijfelachtig. Want ze kunnen zoveel zeggen, toch? Kun je daar nu echt van op aan? Nou ja, dat hangt ervan af of wat gezegd wordt teruggaat op wat echt gebeurd is en ook werkelijk heeft plaatsgevonden. En daarvan is Paulus diep overtuigd. Wat hij gehoord heeft, klopt met wat echt gebeurd is. Dit is dus helemaal niet zwak. Dit is juist heel bemoedigend. Als je Paulus zou vragen, waarom gelooft u het evangelie? Dan zegt hij niet, ik heb toch zoiets bijzonders in mijn leven meegemaakt. En daarom weet ik het zeker. Dan zou dat zijn antwoord zijn, dan zou jij misschien jaloers op hen worden. We zouden wellicht tegelijkertijd zeggen, zo'n bijzondere geestelijke ervaring heb ik niet gehad, hoor Paulus. En daarom vind ik het zo bemoedigend. Want ik heb die bijzondere geestelijke ervaring ook niet gehad. Maar het helpt me enorm dat Paulus zegt, ik geloof het evangelie, omdat anderen het mij verteld hebben. Heel nuchter eigenlijk. Want daar begint het inderdaad mee. Daar komt het geloof nog altijd vandaan. Dat de Heere God genadig mensen inschakelt. Ik heb het gehoord van mijn ouders. En van mijn grootouders. En van de dominees uit mijn jeugd. En op de zondagschool. En op de catechisatie en op de basisschool. En bij sommige jongens en meisjes. Bij sommigen merkte je gewoon in de manier waarop ze erover praten. Hoe diep het geloof zat. En hoe echt het was. En nog iets. Bij alle onderlinge verschillen zeiden ze in de kern van de zaak hetzelfde. Bij de Heere Jezus moet je zijn met je zonden en je tekortkomingen. En bij hem vind je genade en vergeving. En in zijn kruis en opstanding vind je echt houvast. En zodoende ben ik ervan overtuigd geraakt. Gaandeweg door alle aanvechtingen, twijfels en nederlagen heen. Ja, we hebben het geloof net als Paulus van horen zeggen in Grootammers. Uit de overlevering, uit de traditie, zo u wilt. Die traditie is niet heilig en onfeilbaar, maar daarom nog wel waardevol en van grote betekenis. Zo werkt de Heilige Geest nu eenmaal. Via die lange keten van mensen die het allemaal weer aan elkaar doorvertellen. Misschien hebt u of jij het ook via je ouders gehoord. Of niet. Maar van andere mensen. Maar zonder mensen die over het geloof in de Heer Jezus spreken, komt niemand tot geloof. En daarom geeft Paulus het hier ook zelf weer door. Dat Jezus was gekruisigd, gestorven en is opgestaan. Voor ons. Dit is het evangelie voor mensen. Die met de dood voor ogen moeten leven. En dat mag ik u verkondigen. Het blijde nieuws, het goede nieuws. In een eeuwenlange estafetteloop. Mag ik het vragen? Hoor ze het u en jou ook al vertellen? Laat die eeuwenlange kettinggemeente van mensen die het aan elkaar doorvertellen, niet bij ons stoppen. Laat die ketting niet bij u en bij mij breken. Integendeel. Wij worden geroepen het evangelie door te geven aan de mensen om ons heen. Want ook vandaag komt het geloof nog nergens anders vandaan dan van horen zeggen. En ook als jij nu denkt dat hele geloof is een grote zeepbel, dan kan dat vanaf nu betekenen dat je het alsnog gaat geloven. En zelfs iets wat je al lang geleden hebt horen zeggen,
kan later in je leven aanleiding worden om je alsnog tot de Heere God te bekeren. Geloof is van horen zeggen. En wat hoor je dan te zeggen? Dit: Christus is gestorven voor onze zonden en opgewekt tot ons behoud. Dat is heel sterk, gemeente. Dat betekent dat je het niet zelf in elkaar kunt knutselen. En dat het ook niet teruggaat op een spiritueel gevoel in ons. Nee, het gaat terug op wat er ooit werkelijk gebeurd is in de geschiedenis. En wat er op de eerste paasmorgen gebeurd is, daar is het christelijk geloof aan ontsprongen. En degenen die het meegemaakt hebben, die hebben het op een betrouwbare manier verteld. En dat bleek zo geloofwaardig dat anderen erdoor werden overtuigd. Zeker. Er waren er ook die zich ertegen verzetten en die het nepnieuws noemden. En dat ook als zodanig verspreiden. Maar anderen waren er heilig van overtuigd. Zo moet het wel zijn. Zo is het gebeurd. En Paulus zegt tegen de Korintiërs: houd het alsjeblieft vast, zoals ik het jullie heb doorverteld. Want wie dit loslaat, staat echt, voor eens en voor goed, met lege handen. Dat is het evangelie wat Paulus doorgeeft, voluit zakelijk en voluit geestelijk. Het houdt zich aan de feiten. En zo gaat dat toch ook in het gewone leven. Duizenden dingen geloven wij gewoon omdat betrouwbare mensen die geen enkele reden hebben om te liegen, ons het zeggen. Zo is dat in mijn geloofsleven ook gegaan, zegt Paulus. Ja, maar vergist Paulus zich echt niet? Jezus' opstanding is toch nooit wetenschappelijk bewezen? Dat is zo. Maar dan wijst Paulus nog op iets anders. Dan legt hij zijn vinger bij de schriften. Tot twee keer toe in onze tekst. De tweede pijler onder het geloof van Goede Vrijdag en Pasen klopt precies met wat er in het Oude Testament geschreven staat. Het is precies wat je van daaruit kunt verwachten. Denk u maar aan Jesaja 53, als het gaat over de kruisdood van Christus. Of Jesaja 25, waar Jezus' opstanding profetisch wordt aangekondigd. Maar je kunt ook denken aan heel de structuur van het Oude Testament. Dat is als geheel een lange geschiedenis van menselijk falen dat steeds ernstiger vormen aanneemt. Het begint breed en goed in Genesis 1, de schepping van de wereld. Maar dan gaat het al gauw mis. En zien we een geschiedenis van repeterende breuken. Het hele Oude Testament door. En het roept uiteindelijk om iemand die het verbond van God wel vervult. En dat is de Heer Jezus. Zijn leven en sterven klopt precies met wat je van het Oude Testament zou mogen hopen. Het Oude Testament past precies bij kruis en opstanding. En het christelijk geloof bij de schriften. En dat is nog altijd geweldig, gemeente. Als je ontdekt, als je soms gewoon merkt dat het klopt wat in de Bijbel staat. Dat geeft meer zekerheid dan welk wetenschappelijk bewijs ook. Want in de wetenschap volgt de ene theorie de andere op. En zo blijf je altijd onzeker als je geloof daarvan zou afhangen. Nee, Pasen heeft sterke papieren. Niet alleen omdat het teruggaat op een historisch gebeuren wat is doorverteld. Maar ook omdat het precies klopt met de schriften. Dat is de tweede pijler onder het geloof van Pasen. Maar wat moet je nu met die mensen die de Bijbel anders lezen dan Paulus hier doet? De meeste van Paulus' volksgenoten lezen de Bijbel tot vandaag, het Oude Testament met name, anders. Dat het precies niet past
wat er met Goede Vrijdag en Pasen gebeurd is. En veel moderne theologen doen dat ook. Zij beweren dat verhaal van de opstanding berust op inbeelding of hallucinatie die de discipelen hebben gehad. Ze deden op Goede Vrijdag een bijzondere ervaring op en achteraf hebben ze dat innevuld als een verschijning van Christus. Dat hebben ze teruggelezen in het Oude Testament. Nou, Paulus zou van zo'n reactie niets begrijpen. Niet dat hij goed gelovig was. Hij wilde er eerst ook niets van weten. Hij stond er zelfs vijandig tegenover. Maar dat veranderde toen de Heere Jezus zelf aan hem verscheen. Toen gingen zijn ogen open voor wat God in zijn woord had beloofd. En toen verdween zijn weerstand. De weerstand die er uiteindelijk bij ons allemaal in zit, om dit te geloven. Paulus heeft het ook lang volgehouden om de Bijbel zo uit te leggen dat het helemaal niet bij de opgestane Here uitkwam. Je kunt inderdaad de Bijbel verschillend uitleggen. Maar wellicht is het daarom dat Paulus in onze tekst nog iets anders noemt. Een derde pijler die de twee pijlers, andere pijlers ondersteunt. Vooral als je zegt, ik ben nog steeds niet zeker. Dan benadrukt de apostel dat Christus zelf bewezen heeft dat hij leeft. Dat heb ik jullie ook doorgegeven, zegt hij. Dat Christus door Kefas, dat is Petrus, gezien is. En daarna door de 12 en vervolgens nog heel veel mensen aan wie hij levend is verschenen. En ten laatste van allen is hij ook aan mij verschenen. Paulus beroept zich dus ook nog op de ervaring van veel tijdgenoten en op die van zichzelf. En dat mag je toch wel doorslaggevend noemen. Want dit staat nog altijd overeind. Dat de Heere Jezus als de opgestane aan honderden mensen verschenen is. En niet alleen aan vrienden, maar ook aan een vijand, zoals Paulus. Het is uitgesloten dat hij zich dat heeft ingebeeld. Ze hebben allemaal, elk op een ander tijdstip, mogen ervaren, Jezus leeft echt. En dat veranderde hun leven radicaal. Al blijft de opstanding één groot wonder, dat dwars tegen alles ingaat wat zich denken laat. Maar Petrus, de andere discipelen en Paulus moesten zich eraan gewonnen geven, omdat Jezus zelf aan hen verscheen. En die ervaring van Paulus op de weg van Damascus, waar de opgestane hem tegenkwam, deed alle twijfel bij Paulus verdwijnen. Ja, als je Christus zelf tegenkomt in je leven, ja, dan verdwijnt de twijfel natuurlijk helemaal. En nu hoop ik zo, dat u, dat jij, dat wij allemaal het kunnen zeggen. Dat is nu ook mijn ervaring. Dat als je terugkijkt op je leven tot nu toe, dat je dan kunt zeggen, ja, daarin is de Heer Jezus tot nu toe aan het werk geweest. Dat ik hier ben zoals ik ben. Dat was nooit gebeurd als Hij niet in mijn leven had ingegrepen. Als Hij mij niet had vastgehouden door zijn woord en door zijn geest. En mijn leven had geleid door alle levensomstandigheden heen. Dan was het helemaal met me misgegaan. En dan weet ik niet waar ik dan, wat er dan van mijn leven zou zijn geworden. Nee, Jezus verschijnt niet meer in levende lijven. En ook doorgaans niet in een visioen aan ons. Dat kan wel. Maar het gebeurt niet als regel. Maar hij laat wel echt merken, door zijn geest, dat hij de levende Heer is. Zo merken, dat je niet om hem heen kunt,
En dat je niet meer onder hem uit kunt. Ja, hij laat het je merken dat hij leeft. In dat wat anderen die ons zijn voorgegaan vertellen. En in wat je leest in de Bijbel. En dat bevestigt mij in de heerlijke ervaring van het geloof. Zoals we hebben gezongen met Psalm 56. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Kijk, dat is het, gemeente. Dat is het. Dat je tot in het diepst van je bestaan ervaren hebt. En ervaren mag. Christus leeft. Dat is maar geen verhaaltje. Maar dat is een werkelijkheid. Die aan een werkelijkheid beantwoordt. De werkelijkheid dat de Heer Jezus op het beslissende moment een ruk aan het stuur gaf van mijn leven. En dat hij je nog elke dag bijstuurt in het leven van het geloof. En daarom ben ik wat ik ben, zegt apostel Paulus, door die bevrijdende genade van God. En als je dat nu vanmorgen Paulus na kunt zeggen, nou ja, dan heeft de twijfel toch geen speelruimte meer. Dat is zo machtig rijk. Dat is zo machtig rijk. Soms ook wel. Na lange tijd. Of in tijden als je leven door een crisis gaat. En misschien herkennen gemeenteleden dat vanmorgen ook wel. Dan kan er een periode in je leven voorbij gaan. Zonder dat je iets van de Heere merkt. Dan lijkt het wel alsof er een gordijn hangt. Tussen hem en jou. Maar dan ineens, ja. Dan verlang je toch weer naar hem. En dan gebeurt het ook weer. Dan is hij er weer. En dan laat hij merken, jou merken, dat hij niet veranderd is. Dat hij nog altijd de levende is. Die over zijn gemeente waakt. En u, jou en mij lief heeft. En op zijn hart draagt. Alleen moet ik nog op één ding wijzen. En dat is dit. Let u alstublieft goed op de volgorde. Paulus hier aanhoudt. Eerst wijst hij op wat hem door anderen die eerder geloofden verteld is. Dan verwijst hij naar de schriften. En pas als laatste noemt hij de ervaring van het geloof. En die volgorde moeten wij dus niet omdraaien in de zin van, ik wil hem eerst en vooral ervaren, voelen en iets bijzonders meemaken. Dat hij aan mij verschijnt bijvoorbeeld. En dan zal ik wel eens een keer gaan geloven. Nee, gemeente, het begint hiermee. Dat je serieus neemt wat anderen je over Christus vertellen. Dat je daarna de Bijbel zelf leest. Of het klopt. En van daaruit je heil zoekt. Bij Jezus. En als je dan je hart verliest aan hem voor het eerst. En steeds weer opnieuw. Die voor jouw zonden stierf aan het kruis. En voor je opstond uit het graf en de dood tot een nieuw leven. En geloof je hem op zijn woord. Kijk, dan zul je het merken. Dat hij vandaag nog altijd leeft. Zonder geloof. Ontspoor je. Als God het niet verhoedt. Voor eeuwig. Maar door het geloof zul je de kracht van zijn opstanding ervaren. Een kracht die je bestaan doortrekt en vernieuwt. Van top tot teen, met huid en haar. Door Jezus die zegt, ik leef en u zult leven. U voelt wel, dat is geen zeepbellengeloof. Maar geloof in hem, die je vaste grond onder de voeten geeft. Waarop je levenshuis, in tijden van windstilte, maar ook als het stormt, stormt in je leven, veilig rust, voor nu en voor straks, voor de tijd en voor de eeuwigheid. Amen.